De talentenklas Klassiek van Kaliber Kunstenschool kreeg zaterdag in de Bleekkerk een workshop podiumpresentatie van saxofonist Niels Bijl. Zoals iedereen weet is de Kaliber Kunstenschool een van de leidinggevende muziekscholen van deze regio en heeft een hele mooie jong talentklas waarbij de jonge talenten van deze regio op instrumentaal vlak zeer professioneel worden begeleid. Maar wat we hier doen is, vanmiddag om 2 uur is er een concert. En we hebben nu een dikke 2,5 uur de tijd om met elkaar te praten over hoe sta je als muzikus op het podium. Je bent er als jong talent helemaal niet mee bezig van wat voor impact je persoonlijk hebt op een podium. Maar het is wel heel belangrijk om erover na te denken. Of je nou in de lijn van de grote meester Heifetz wil, die zegt het gaat niet om uiterlijke schijn, maar alleen om de muziek. Of als je kijkt naar ensembles als Fuse of Rakatse, die zich er heel goed van bewust zijn dat je een podiumuitstraling moet hebben om ervoor te zorgen dat het publiek ook van je gaat houden. Met verschillende leden van de talentenklas, en dan vooral klassiek muziek, hebben wij een workshop gehad van saxofonist Niels Bijl. En die heeft ons eigenlijk verteld van, nou, wat moet je nou precies doen op het podium? Hoe sta je en wat moet je tegen het publiek zeggen en zo? Dus daar hebben we ongeveer 2 uurtjes... heeft hij ons allemaal even behandeld, zeg maar, wat we het beste kunnen doen en wat we kunnen verbeteren aan onze podiumtechniek. En daarna hebben we dus, wat we hebben geleerd, hebben we dus in een concert in de uitvoering gebracht. Ik geef vandaag een opzet, een aanzet en ik laat ze vooral zelf ook nadenken. Bij podiumpresentatie gaat het vooral om dat ze er zelf over nadenken wat ze graag zouden willen. Bij podiumpresentatie is het juist de kunst om niet te vertellen wat je zou moeten doen om je goed op het podium te presenteren. Heb jij er wat van geleerd? Zeker, dat ik onder andere meer met de pianist een beetje moet communiceren en zo. En dat, dat als je goed moet kunnen spelen, dat je niet altijd heel snel hoeft te kunnen spelen. Als, dat niet zeg maar, het belangrijkste is wat je moet kunnen als muzikant.